In deze webles gaan we kijken naar twee termen die een grote rol spelen bij ioniserende straling. En dat is dracht en weegfactor. En laten we beginnen met dracht. Om dracht duidelijk te maken wat dracht nu is, ga ik gebruik maken van een simpele animatie waarbij ik alfastraling en betastraling laat invallen op een materiaal. Het materiaal is hier weergegeven als een verzameling bolletjes. Elk bolletje kun je zien als atoom. En op het moment dat het alfa- of beta-deeltje botst met zo'n atoom, dan kan een atoom geïoniseerd worden. En dat wordt zichtbaar gemaakt doordat het atoom van kleur verandert. Het zal dan oranje worden. Hoe ziet dat nu uit bij alfastraling? Nou, laten we eens kijken. Daar komt het alfa-deeltje. Het botst. Bij elke botsing zal een gedeelte van de kinetische energie van het alfa-deeltje verloren gaan, afgegeven worden, zo moet je het eigenlijk zeggen. Totdat op een gegeven moment het aantal botsingen zo groot is geworden dat het alfa-deeltje eigenlijk stil is komen te staan. Hoe ziet het beta-deeltje eruit? Het pad van het beta-deeltje? Nou, dat ziet er zo uit. En je kunt dan meteen twee verschillen zien tussen alfa-straling en beta-straling. Het eerste verschil is dat alfa-straling een pad volgt wat redelijk recht is. Want een alfa-deeltje is natuurlijk ook wat zwaarder dan een beta-deeltje. En zo'n beta-deeltje heeft een veel grilliger pad. Maar het beta-deeltje komt ook veel verder in het materiaal. Het zal minder botsingen uitvoeren per centimeter dat het materiaal indringt. Sterker nog, bij alfa-deeltjes en bij beta-deeltjes zul je zien dat na verloop van tijd bij een bepaalde indringdiepte alle energie van zo'n alfa-deeltje en ook van een beta-deeltje verloren is gegaan. Alle kinetische energie hebben we het dan over. En het alfa-deeltje is dan gestopt op een bepaalde diepte. Eigenlijk kun je zeggen dat geen enkel alfa-deeltje verder zal komen dan een bepaalde indringdiepte. En die maximale indringdiepte, die wordt de dracht genoemd. En voor het alfa-deeltje in animatie kun je zeggen dat de oranje stippellijn dat de dracht aangeeft. En voor een gemiddeld alfa-deeltje is de dracht in bijvoorbeeld water is ongeveer 50 micrometer. Dus dat is eigenlijk heel weinig. Een alfa-deeltje wordt al heel snel tegengehouden wanneer het een materiaal in gaat. En dat komt dus vooral omdat de alfa-deeltje dan in een hele kleine afstand heel vaak botst. Het beta-deeltje botst veel minder vaak, want het is een kleiner deeltje, het heeft ook een kleinere lading en daardoor is de interactie met de materie ook iets kleiner, waardoor een beta-deeltje een grotere dracht zal hebben dan een alfa-deeltje. Nou, in dit plaatje is die dracht van het beta-deeltje zo groot dat ik het stippellijntje niet kan zetten. Dat zal een stuk verder naar rechts liggen. En dat kun je ook zien aan getallen, want de dracht van een gemiddeld beta-deeltje is een aantal millimeters in water. En vergelijk dat met het alfa-deeltje, dat was rond de 50 micrometer. Hoe zit het dan met gammastraling? Nou, het woord zegt het eigenlijk al, gammastraling bestaat niet uit deeltjes. En bij gammastraling kun je het ook niet hebben over dracht. Het is niet zo dat bij een bepaalde indringdiepte alle gammastraling wordt tegengehouden. Gammastraling werkt anders, daar heb je te maken met een halveringsdikte. En dat gaan we in een ander filmpje bekijken. Maar gammastraling heeft dus geen dracht. Hoe kunnen we nou gaan rekenen aan hoeveel energie er wordt overgedragen van alfa- of beta-straling of van gammastraling op de materie? Dat kan met de grootheid stralingsdosis. En de stralingsdosis bereken je door de energie te delen door de massa. Nou, eventjes wat meer in detail. Allereerst, de eenheid van de stralingsdosis is de gray. En 1 gray is eigenlijk niets anders dan 1 joule per kilogram. Energie waar we het over hebben is de stralingsenergie. De energie die dus wordt aangeleverd door het alfa-deeltje of het beta-deeltje in de vorm van kinetische energie. En die kun je eigenlijk altijd uitrekenen als je weet met hoeveel alfa-deeltjes of beta-deeltjes je te maken hebt. Want in BINAS tabel 25 kun je opzoeken hoeveel kinetische energie elk deeltje meekrijgt. En dat hangt natuurlijk af van de soort vervalreactie waar je mee te maken hebt. Dus je kunt daar per vervalreactie opzoeken hoeveel energie er vrijkomt per deeltje. En dan kun je dus het aantal deeltjes maal de energie per deeltje. En dan heb je de stralingsenergie die invalt. Nou, het tweede wat je nodig hebt is bij hoeveel massa gebeurt dit? Hoeveel materie wordt er dan bestraald? Dat hangt dus ook sterk af van die dracht. En die massa is gewoon in kilogrammen en dan krijg je dus
de eenheid joule per kilogram. Dit werkt heel aardig, stralingsdosis, behalve wanneer je te maken hebt met biologische materialen, bijvoorbeeld met ons menselijk lichaam. Want dan blijkt er nog iets een rol te spelen dat wel belangrijk is en daarom dat we dadelijk nog een tweede grootheid gaan gebruiken om uit te drukken hoe schadelijk een straling is wanneer het valt op levend weefsel. Dan moeten we eerst even gaan kijken wat gebeurt er dan in dat levend weefsel. Wat kan er gebeuren wat dan erg schadelijk kan zijn voor ons? En nou, dat heeft te maken met het DNA. Ons DNA, in elke cel zit DNA en het DNA zorgt er eigenlijk voor dat zo'n cel kan functioneren. Wanneer er nu een beschadiging ontstaat in het DNA, dan kun je het risico krijgen dat zo'n cel niet meer gaat functioneren zoals het zou moeten, maar dat het eigenlijk ontspoort. En wij noemen het dan een kankercel. En nou, aan de naam weet je al, dat is foutenboel. Dus dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. En daarom dat we ook rekening willen houden met de schadelijkheid van de verschillende soorten straling. Nou, hoe gaat dat nou te werk? Ook dat heb ik weer gevisualiseerd in een korte animatie. Allereerst nu even een beta-deeltje. Hier komt een beta-deeltje aan. Het kan natuurlijk botsen met een atoom in een DNA-streng, dan kan het daar zorgen voor ionisatie en kan het zorgen voor een beschadiging van zo'n stukje DNA-streng. Nu is het grote voordeel dat zo'n DNA-streng in ons lichaam eigenlijk is opgebouwd uit twee kopieën die om elkaar heen draaien. Op het moment dat er een beschadiging is aan de ene kant van het DNA, dan kan het lichaam die beschadiging weer wegwerken door te kijken, eigenlijk door een kopie te nemen van de andere streng. Dus op het moment dat een van beide strengen kapot gaat, is er nog niet heel veel aan de hand. Wat is nou het vervelende van een alfadeeltje? Dat is het volgende. Een alfadeeltje is veel zwaarder, voert veel meer botsingen uit op een kleine afstand. En de kans dat een alfadeeltje zorgt voor een beschadiging van het DNA aan allebei de strengen op dezelfde plek, is veel groter dan bij een betadeeltje. En op het moment dat je dat krijgt, een beschadiging aan beide strengen op dezelfde plek, dan kun je dat dus niet meer door middel van een kopietje herstellen. En dan heb je te maken met genetische schade. Nou, dat is dus vrij gevaarlijk. En daarom ook dat men heeft gezegd, oké, we moeten nog ergens compenseren voor het feit dat alfastraling schadelijker is voor ons DNA, voor ons menselijk lichaam, dan beta-straling. Afgezien van de hoeveelheid energie er vrijkomt en ook afgezien van hoeveel materiaal er dan bestraald wordt. Nou, dat doet men als volgt. Daarvoor heeft men een tweede grootheid bedacht. Dat is de dosis equivalent, afkorting H. En H kun je als volgt uitrekenen. H is niks anders dan de stralingsdosis vermenigvuldigd met een bepaalde weegfactor. Een stralingsweegfactor. Eerst eventjes de eenheid van dosis equivalent. De eenheid van dosis equivalent is de sievert. De sievert heeft ook als afgeleide eenheid joule per kilogram. En vaak is het al erg handig door goed te kijken naar, heb ik hier te maken met een getalletje met sievert erachter of grade erachter. Dan kun je al heel snel zien, heb ik hier te maken met een dosis equivalent of met een stralingsdosis. Nou, het grote verschil tussen beide is dus die weegfactor, die stralingsweegfactor WR. En daarvoor heeft men het volgende afgesproken. Bij alfastraling gaan we werken met een weegfactor van 20, omdat alfastraling dus een veel groter effect heeft op DNA-schade, terwijl beta-straling en gamma-straling een weegfactor hebben van 1. Nou, deze getallen hoef je niet per se te onthouden, want ze staan ook in BINAS tabel 27D3.